Bij Schiphol denk je direct aan vliegtuigen, landingsbanen en soms aan velden vol gras. Gras? Gras? Kees en tulpen. Voor de hond uit te laten bedoel je? Why? Are you gonna tell me? Zeker. Nou ja, Joeri. Hey, Joeri, gaat zelfs om heel veel gras, toch? Jazeker, 2000 voetbalvelden aan grasveld. In deze serie duiken we in diverse vakgebieden binnen Royal Schiphol Group. En ontmoeten we de professionals die er samen voor zorgen dat Schiphol 24/7 blijft draaien. Deze keer stappen we in de wereld van techniek en bouw. Waar Joeri en zo'n 400 collega's het gigantische terrein van Schiphol onderhouden en verbouwen. Geen kleinigheid. Wij zijn eigenlijk verantwoordelijk voor alles wat binnen de blauwe bordjes Schiphol staat. Oké, dat is een gebied ongeveer zo groot als Leiden. En wat doen jullie allemaal? Ja, dat is echt ontzettend veel. Gebouwen, terminal, start- en landingsbanen, bagagesystemen, pieren. Alles gehad? Jazeker. Kortom, een gigantisch breed takenpakket. Hey, en wat rijdt daar nou precies? We doen hier een proef met robotmaaiers. Die zijn elektrisch en die worden opgeladen met zonnepanelen. Oké, dus die maaien gewoon lekker door. Gaat 24/7 door, ja. En het grote voordeel is dat start- en landingsbanen niet buiten gebruik genomen hoeven te worden. Zo, innovatief? Ja, dat is super innovatief. Joeri werkt zelf bij Asset Management en houdt zich vooral bezig met het onderhoud en beheer van de terminal. Werk zat. We hebben zo'n 3 miljard te verspijkeren op onder andere renovaties en allerlei onderhoudwerk. Maar ondertussen draait Schiphol gewoon door. Er zijn altijd mensen. Hoe doe je dat als er bijvoorbeeld iets stuk gaat? We proberen natuurlijk alle storingen zo snel mogelijk te verhelpen. Je wil het beste voor de reiziger. Daarom voeren we ook veel werkzaamheden 's nachts uit. Wat voor project er ook voor de voeten ligt, innovatie en duurzaamheid staan centraal. Zo wil Schiphol in 2030 volledig uitstoot en afvalvrij zijn. Sterker nog... Ah, daar heb je Renault. Het streven is om in 2050 energiepositief te zijn. Renault houdt zich op strategisch niveau bezig met infrastructuur, waarbij de energietransitie al jaren een superbelangrijk thema is. Ja, we gaan volledig van het gas af. En daarnaast willen we enorm gaan elektrificeren. Zo willen we zo'n 10.000 nieuwe laadpalen plaatsen. En we willen energie halen uit hernieuwbare bronnen. Zoals de energie van de 6.000 zonnepanelen die al een tijd op het dak van P3 liggen. En dat is slechts het topje van de ijsberg. Wat ik leuk vind is dat we bezig zijn met de energietransitie. Er gebeurt een hoop. Alles te schoner kan, maken we schoner met oog op de toekomst. Joeri, wat maakt Schiphol zo speciaal? Ja, ik ben heel trots om hier te werken, want hier gebeurt het. En verder? We zijn de boel aan het verduurzamen, zorgen dat het emissieloos wordt, zo circulair mogelijk, zodat we klaar zijn voor de toekomst. Wil je nog iets meegeven? Als je het leuk vindt om complexe problemen op te lossen en je hebt een Schiphol-hart, dan is het de mooiste plek die er is. Helder. Wil jij ook meebouwen aan het Schiphol van de toekomst? Kom dan werken bij Techniek en Bouw.